Goedemorgen, het is vandaag zondag en zoals jullie kunnen zien is dat ik in de auto zit. Samen met Dwayne, die gaat mij nu afzetten op Schiphol. En ik ga in mijn eentje vliegen, dus dat vind ik best wel spannend. En als ik daar kom, dan zijn er ook nog andere mensen, internationale mensen. Maar verder geen Nederlanders, dus het is voor mij echt best wel een spannende perstrip. Maar ik heb er wel veel zin in en ik ga jullie de hele reis meenemen en dan ook iedere dag vloggen. Dus dat wordt hartstikke leuk. We zijn er nu bijna en dan ga ik snel inchecken en naar de gate toe. Ik ben net ingecheckt en ik ben nu achter de douane en ik wacht bij de gate tot ik kan boarden. En dit is waar ik naartoe ga. Ik ga naar Malta en ik heb er super veel zin in. En het is een persreis en ik zal straks allemaal meer vertellen wat we daar gaan doen en zo. Maar ik vlieg dus alleen en de rest is allemaal al daar. En sommige mensen komen uit Rusland en sommige komen uit Engeland en sommige uit Duitsland. Dus ik ben de enige Nederlander daar. Maar ik heb er echt heel veel zin in om hen te ontmoeten. En we gaan allemaal meemaken hoe het daar zal zijn. Want het is de eerste keer van mij dat ik naar Malta ga. Dus het wordt ook heel spannend. Maar dat is dus de bestemming voor vandaag. Bij het hotel en ik heb echt een hele fijne vlucht gehad. Het ging heel erg snel. Ik heb lekker gewerkt in het vliegtuig en toen op een gegeven moment zag ik al een eilandje. Toen dacht ik, oké, we zijn er. Maar ik zal jullie even het hotel laten zien, want het is hier echt super mooi. Echt zo mooi, had ik het niet verwacht. Dit is mijn uitzicht. Ik kijk uit op een plaatsje Attard, heet het hier geloof ik. En het hotel heet Corinthia. En ik heb dan een eigen balkonnetje hierachter en een heel groot bed. Maar ja, ik kan ze naar elkaar toeschuiven, maar ik denk dat ik gewoon één bed ga gebruiken en dan hierop ga liggen. Maar alsnog is die echt vet groot. En hier heb ik een bureau. Ik heb mijn computer al neergezet en net een video in de upload gezet. Want die moet morgen online staan. En ik weet niet of ik daar vanavond nog tijd voor ga hebben. Dus die staat nu te uploaden. Mijn koffer. En dan is hier een kast. Een grote kast ook. Ik denk niet dat ik alles eruit ga halen en ga ophangen. Want ik ben hier maar 5 dagen, dus dat is niet nodig. De badkamer. En hier zit ook een spiegel in. Hey, hoe handig. Dan kan ik gewoon de achterkant van mijn haar zien vanaf hier. Dat is de deur. Maar dit is dus een grotere spiegel. En hier kan ik me goed opmaken. En dan heb je ook nog zo'n zoom ding. Super handig. En de douche. Een hele fijne grote douche met een bad. Maar daar ga ik toch niet in zitten. Want ik ga zwemmen in een koud bad. Daar heb ik veel meer behoefte aan. Maar dit is eigenlijk mijn hotelkamer. En wat daarachter zit, weet ik niet. Ik denk dat dat een deur is naar de andere kamer. Voor als je 2 kamers geboekt hebt of zo. Maar ja, dit is in ieder geval hoe het er hier uitziet. En ik vind het echt super chill. Ik heb zo meteen 2 uur de tijd om vrij te besteden. Dus ik ga even bij het zwembad een duik nemen. En even chillen daar. Want ik heb het echt bloedje heet. Je kunt ook wel echt zien dat mijn gezicht glimt als de malle. Ik heb net heerlijk even in de zon gelegen bij het zwembad en even een duik genomen en nu net heb ik mezelf weer klaargemaakt, opgefrist. Ik heb even gedoucht, make-up gedaan, want wij gaan zo meteen uit eten met z'n allen. Ik heb minimale make-up vandaag op, eigenlijk de hele week al, want ik heb gewoon geen zin meer om mascara op te doen. Omdat het gewoon zo warm is en dan moet je het s'avonds laat weer eraf gaan halen. Geen tijd, geen zin, ik weet het niet. Ik heb het gewoon zomaar gelaten. Klein beetje BB cream, bronzer, lip liner van MAC hoor. Dan heb ik wat op mijn wenkbrauw gedaan en that's it. Ik zal ook even mijn outfit laten zien, want daar vragen jullie altijd naar. En ik heb niet een hele bijzondere outfit aan vandaag, maar toch wel leuk om te laten zien aan jullie. Ik draag een peplum top van H&M, ketting van de Primark, horloge Daniel Wellington, broekje, geen idee. Die heb ik echt al super lang, dus waar die van is, I don't know. En dan heb ik nog sandalen aan van Sasha en dat zijn van die Gladiator sandaaltjes. En dat is mijn outfit voor nu. Ik ga nu snel naar beneden, naar de lobby met de rest meet. En dan gaan wij het eten. En waar weet ik niet. Dus ik ben heel benieuwd.
Sommigen van jullie hebben al geraden waar ik ben. Malta. Dus nu is het geen verrassing meer voor de mensen die mij volgen op Instagram. Die weten dan dus al eerder dat ik in Malta ben dan de mensen die mij alleen op mijn vlogs volgen. Want in mijn vlogs heb ik nog niet eens verteld dat ik naar Malta ging. Maar daar ben ik dus nu. En die vlogs komen later online. Maar het is hier heerlijk. Kijk, allemaal kleine Kenzo'tjes daar. Alleen dan oranje. Super schattig. Hier gaan we nu avond eten. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Dit is echt gewoon de meest mooie locatie om te eten. Het is echt pretty. The Group. Dit is gerookte zalm met carpaccio. En daardoorheen zitten nog caviar en allemaal andere lekkere dingen. Dat gaan we nu als eerste eten. Dit is pasta in een soort schelpvormpje met daarin zalm. En ik denk pesto kruiden of zo. Het ziet er zo lekker uit. Ik ga dit nu naar binnen werken. En dit is een cocktail, maar dan in jelly vorm. Hoe grappig ziet dit eruit? En dan moet je net als een oester naar binnen werken. En dan slik je het door. Dus wish me luck. Just try it. Come on, do it. Zij gaat het nu proberen. I am horrible with peer pressure. I'll do anything. But it's, now we know. Like it's a science. Weird. Okay. Een hoofdgerecht. Een heel groot stuk biefstuk, medium rare. En dan zit hier een lekkere saus bij. En nog een klein hapje. We hebben net het dessert gekregen. En dan hebben we hier stukken meloen, sorbetijs, een klein taartje. Hey, dit is een hoorntje met custardroom. En sorbetijs, heb ik dat al gezegd? Ja, dat was het. Back at the hotel. Ik ben weer terug op de hotelkamer zoals je kunt zien. En ik heb het heerlijk gegeten. Ik heb natuurlijk wel kleine stukjes laten zien van wat we allemaal geserveerd kregen. Maar echt, die biefstuk was echt het toppunt van de avond. Heerlijk mals. En het smaakte goed. Het was echt gewoon de perfecte biefstuk. Als je van biefstuk houdt, dan moet je daar echt een keer gaan eten als je in Malta bent. Het was sowieso heel gezellig met de groep. Ik heb ze vandaag dan een beetje beter leren kennen. Het is altijd spannend als je ergens in een groep komt die elkaar al hebben leren kennen de afgelopen dagen. Twee waren er vandaag bijgekomen, maar ik dus ook en nog twee anderen. Maar ja, toch is de groep heel leuk samen en zo, dus dat klikt allemaal heel goed. Morgenochtend gaan we ook weer hele leuke dingen doen en dan ga ik jullie ook weer meenemen. Ik ga dus de hele week vloggen en dan komt er zaterdag een normale video online. Dus sorry voor de mensen die mij volgen voor mijn normale video's. Maar het leek me gewoon leuk om de hele week te gaan vloggen aangezien ik in Malta zit. Dus ja, dan weet je dat voor de komende dagen. Ik ga nu mijn make-up eraf halen. Dan nog even op de laptop werken. En dan ga ik slapen. En dan wil ik jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken van deze vlog. En jullie zien mij dus morgen weer in een volgende vlog. Tot morgen. Doeg!